Ja, ik ben een zoon van een Molukse vader en een Nederlandse moeder. Ik heb twee zussen, twee oudere zussen en een jongere broertje. En ik heb eigenlijk als kleinkind een zorgeloze jeugd gehad, opgevoed in de kerk. Mijn vader is voorganger van een gemeente, uiteindelijk daar ook in de kerk opgegroeid. En ik heb eigenlijk vanaf kleins af aan mogen dromen. Toegelaten door, juist bemoedigd om te gaan dromen. En een van mijn dromen of mijn dromen waren profvoetballer worden en mensen vertellen van de liefde van Jezus. Met het geloof opgevoed en eigenlijk al vanaf kleins af aan. Mijn vader was, kwam vanuit de verslavingsachtergrond tot bekering gekomen. En daar eigenlijk heel veel van gezien. Ik ben in een huis opgevoed waarin we eigenlijk geen jaar voorbij ging dat er een aantal maanden een gezin of een oud vriend bij ons van mijn vader in huis woonde. En die dan weer via bij een verslavingskliniek terechtkwam of waar ze gewoon herstel vonden. Dus ik heb in die jaren zoveel levensveranderende verhalen meegemaakt dat je kon er niet omheen dan te geloven dat Jezus echt was. Op mijn tiende, ik speelde bij de lokale voetbalvereniging en op mijn tiende kwam Feyenoord aan de deur. En die zei tegen mijn ouders je mag die jongen bij ons komen voetballen. En zodoende begon eigenlijk mijn eerste droom steeds meer vorm te krijgen. En vanaf mijn tiende tot mijn achttiende heb ik in de jeugd van Feyenoord gezeten. En dat betekende vier, vijf keer per week trainen. En dat heb ik met veel plezier altijd gedaan. En op mijn achttiende belde NAC Breda op. En die vroeg van, wil je hier komen voetballen in het eerste? En zo tekende ik eigenlijk mijn eerste profcontract. En startte mijn droom als profvoetballer. Op een gegeven moment, je wordt ouder en vooral in de jeugd bij Feyenoord ben je al een jongen die, je wordt 14, 15, 16 en dan ga je naar de middelbare school. En dan word je al een beetje een mannetje en je vindt jezelf ook wel goed. Mensen om je heen zien van, hij speelt al een aantal jaren bij Feyenoord en het gaat misschien wel wat worden met hem. En daar begin je zelf ook steeds meer in te geloven. En eigenlijk rond mijn 16, 17e is de droom die ik opschreef als klein kindje profvoetballer worden en mensen vertellen van de liefde van Jezus, dat werd er maar één. En ik zei eigenlijk mijn geloof gedag en ging eigenlijk volledig voor het voetbal. En in die keuzes die ik daarna gemaakt heb, veranderde eigenlijk alles. De persoon die ik was, hoe ik in het leven stond, de normen en waarden die ik had. Als klein jongetje zei ik, ik zal een aantal dingen nooit doen in mijn leven. En ik heb eigenlijk veel dingen waarvan ik vroeger zei, dat zal ik nooit doen, heb ik uiteindelijk wel gedaan. En hebben me uiteindelijk op een punt gebracht dat ik alleen nog maar naar boven kon kijken en zeggen, Heer, u moet mij hieruit redden. En dat gebeurde eigenlijk tijdens mijn eerste paar jaren als profvoetballer. Nou ja, als klein jongetje, je groeit op met geen seks voor het huwelijk, dat soort dingen. Ik ben opgegroeid in een tijd waarin in de kerk veel over abortus werd gesproken, dat soort dingen. En ik heb op 17-jarige leeftijd samen met een meisje zijn we de abortuskliniek ingelopen. En heb ik iets gedaan wat ik nooit zou doen, wat ik zeg dat ik zou doen. En op een gegeven moment als voetballer met jongens of alleen op een gegeven moment beland je in hoererij en dat soort dingen. Het zijn dingen die je zegt dat je nooit zal doen. Maar eigenlijk van de ene stap één grens over en dan ga je de andere grens over. En zodoende raakte ik eigenlijk helemaal de weg kwijt. Nou ja, door de keuze die ik maakte. Ik opgegroeid in een huis van een voorganger, dus daar botsen dingen duidelijk. En ik woonde nog thuis en dat ging dus ook steeds meer fout. Dus op een gegeven moment gingen mijn relaties gingen de mist in eigenlijk. En toen ging mijn thuissituatie ging ook fout, totdat het moment dat ik ruzie kreeg met mijn moeder. En ze me eigenlijk bijna een klap gaf. En ik zei van, gaan we op die manier, dan ga ik toch lekker weg. Want aan de ene kant
ging alles van binnenin ging fout. Maar aan de buitenkant, als je me zag, was ik gewoon die profvoetballer die in een mooie auto reed. Die elke week genoeg geld op zijn bank kreeg. En ja, dus ik had twee gezichten. En ja, op een gegeven moment, toen ik dus ja, wegging, het huis uit, toen ja, bleef ik eigenlijk een tijd weg. 5 weken om precies te zijn. En we gingen met de club naar Rome. En toen had ik een probleem, want ik was het huis uitgegaan en ik was mijn paspoort vergeten. Dus ik moest naar huis. Maar ik had de moed niet. En ik belde mijn zus op. Ik zeg, kunnen jullie het paspoort uit huis meenemen? En ze zeiden van, nou ja, als je zo stoer bent om weg te gaan, dan moet je het ook zelf komen ophalen. En zodoende, een dag voordat we naar Rome gingen, had ik de moed. De avond daarvoor had ik de moed om naar huis te gaan. Ik moest ook wel, want ik kon de volgende dag niet aankomen dat ik geen paspoort had. Stapte ik het huis in, had ik gebeld van, ik kom er zo aan. En mijn moeder zat daar eigenlijk huilend op de bank. Mijn vader was boven. En nou, waar zou je verwachten dat ik misschien een goed gesprek zou aangaan, pakte ik gewoon heel simpel het paspoort uit en ik liep weg naar buiten. En huilende moeder achterlatende. En ja, zodoende stapte ik het vliegtuig in naar Rome. Maar daar begonnen wel eigenlijk mijn gedachten te gaan. En ja, waar ben je nou mee bezig? Ondertussen geblesseerd. Niks ging goed. Alles ging fout. En toen we terugkwamen uit Rome zat ik in de auto. En ik eindigde langs de IJssel. Ik woonde in Nieuwekerk aan de IJssel. Langs de IJssel. En ik zei, heren, dit is niet meer wat ik wil. En als u werkelijk bestaat, moet u nu tot mij spreken. Ik zette een cd in de auto en daar werd het nummer gedraaid van, waarom ren je nou weg van mij, terwijl je weet dat ik hier om de hoek ben. Dat als al je zogenaamde vrienden je in de steek laten, weet je dat ik er altijd ben. En daar brak ik in tranen uit. En daar maakte ik een keuze om te zeggen, nee, het is genoeg geweest. En ja, zodoende reed ik naar huis, mijn ouders waren niet thuis. Schreef een brief en ik heb gezegd van, ik wil niet meer tegenover jullie staan, maar ik wil naast jullie staan. En vanaf die dag eigenlijk is er herstel gekomen. En ja, is het goed gekomen. En niet alleen thuis, maar ook mijn weg weer naar de gemeente en naar het huis van de Hemelse Vader. Ja, het wonderlijke aan het verhaal is dat ik was op een vrijdagavond en ik stond daar langs de dijk. En aan de andere kant, 2 kilometer verder, dus zaten dus mijn ouders, wat ik op dat moment natuurlijk niet wist, die hadden een week van bidden en vasten in de gemeente. En het thema was bidden voor de kinderen die niet meer in de kerk komen. En op het moment dat ik dus daar mijn bekeringsmoment had, was op hetzelfde moment waren mijn ouders aan het bidden, 2 kilometer verder voor de kinderen die niet meer in de kerk kwamen. En je moet voorstellen voor hun, zij kwamen thuis en ze zagen die brief en mijn moeder vertelt dat nog wel eens. Ze zag een brief liggen voor pa en ma en zij dachten, Levi komt nooit meer terug. En toen ze uiteindelijk de brief lazen, zagen eigenlijk dat er een gebedsvervulling was. En ik ken de kracht van binnen de ouders, laat ik het zo zeggen. En nu ik zelf vader ben, ja, dan weet ik dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja, hoe ik vandaag de dag leef. Ik heb een passie, zoals ik zei, die droom die ik eigenlijk op mijn 16e liet varen. En dacht dat ik ook niet meer goed genoeg zou zijn om dat ooit te mogen doen na alles wat ik fout gedaan had. Ja, was daar die vader die rende en die zei van, hey, luister, je bent goed genoeg. En zelfs die droom gaan we weer oppakken. En op dit moment ga ik eigenlijk rond in heel het land en vertel ik mensen van de liefde van Jezus. En getuig ik over wat God in mijn leven heeft gedaan. En zie ik ook hoe dat vandaag de dag nog heel simpel weer mensen het leven aanraakt. En verandering brengt in mensenleven en dat vind ik fantastisch om te zien. Ik ben Levi Rissamassu en ik geloof in liefde.